Play End of Their Life. Yo, welkom allemaal, heel welkom. Heel even mijn live stream aanzetten. Ik doe heel even de microfoon bij de hand. Hallo? Hallo. Oké, ja jongens, allemaal welkom. Dit is een optreden waar ik zelf mee ga zingen. Ik ga zelf ook een stukje zingen en een stukje rappen in mijn nieuwe hit. En nieuwe muziek. Ik ga het raad spreken over wat zou Elvis doen. Dus die film. Ik ga het nu wel, ja. Super gaaf, we hebben een plaat voor gemaakt. Ja, dus we gaan gewoon aan het beginnen. Super leuk om gewoon dit met jullie te delen. Even, als jullie het mooi vinden, mogen jullie een reactie achterlaten. Mag allemaal. Super leuk, en we gaan gewoon aan het beginnen. Als jullie het leuk vinden, mogen jullie een reactie achterlaten. Vind ik super tof altijd. Wie er kijkt, wil ik wel weten. Dus laat even een reactie achter. Ik wil beginnen. Voelde zich alleen, maar op een gegeven moment ga je naar Sinterklaas toe. Met die film van wat zou Elvis doen? Wat zou Elvis doen? Wat zou Elvis doen? Elvis. Elvis is YouTuber en hij zegt altijd tja, je welkom aan deze gloednieuwe vlog. Maar je voelde zich alleen, maar nu niet meer. Ze hebben een meisje en dan wil je heel graag mee uitgaan. Lekker opeten, uit eten. Dat is wat u wou, samen op pad gaan. Dit is al wat u wou. Voelde zich alleen, maar dat heb je nooit door. Want u wou dit al jaren, omdat je dit al jaren wou. Je voelde zich alleen. Maar dat is niet zo alleen, want je hebt toch vrienden, familie en vriendin om je heen. Nou, hoe je er super veel van, je houdt er daar super veel van, maar je hebt ook elke dag vlinders in je buik. Want je hebt ook nog vlinders in je buik, want je hebt vlinders in je buik. Want je hebt vlinders in je buik, want het is al wat je wou. Yo, je hebt vlinders in je buik, maar dat is niet alles. Je hebt kriebels in je buik. Toen ik hier voor het eerst zag, je bent maloes, smoes, snoes. Ik vond jou echt een superleuke meid en nu ben ik nog steeds verliefd op jou. Ik ben er echt super blij mee. Want we zijn al een paar maanden, één maand samen. Ik ben super blij mee en bijna 2 maanden samen. Super leuk. In oktober
ga ik op vakantie, dan ga ik jou superveel erg missen. Ja, jongens, en ik heb nog een nummer. En, Bodden. Even kijken of mijn microfoon het doet. Ja. Zo. Zo. Hoe gaat het allemaal? Oké. Okay. Ja, ik ben echt super blij dat ik gewoon een artiest ben, YouTuber en nou ben ik ook een interviewer. Ik als YouTuber zijn is vrij zwaar en YouTuber zijn is ook zwaar. Maar ik probeer gewoon elke dag gewoon meer livestream te doen. Van alles kan probeer ik te doen en heb ik wel super veel zin in. Ik ga nu ook even een nummer schrijven, dus. Maar. Let's go! Je voelt me zeer alleen, want nu heb je een goede vriendin. Woo, yeah! Je voelt me zeer alleen, dat is niet wat je wou. Maar dat is niet wat je wou. Want je voelt me zeer alleen, maar je wou dit al jaren. Op een gegeven moment heb je een vriend, waar je ziet me weer van houdt. Maar je voelt me zeer alleen, want je voelt me zeer alleen. Je voelt me zeer alleen, je voelt me zeer alleen. Dat is al wat u wil. Je voelt het hier alleen. Op een gegeven moment krijg je dat.
Maar dat heb je ermee gemaakt. Maar je voelde zich alleen. En van jou was hier. Was iemand wel eens gepest. Want dat is niet zo fijn. Maar ik hou super veel van Bas hier. Van Bas hier, mijn vriend. Waar ik super veel van hou. Bas hier is een vriend waar ik super veel van hou. Wie kijkt er allemaal? Wie kijkt er hier? Even kijken. Wie kijkt er allemaal? Je voelt zich alleen, maar je houdt er daar superveel van. Maar je voelt zich alleen, maar op een gegeven moment heb je een vriend. En een vriendin. Ik voel me alleen maar dat is. Ik voel me alleen maar niet. Maar ik voel me zich alleen. Maar op een gegeven moment heb je mij hier. Maar je weer van haar. Ik voel me alleen, dan wou je alleen maar niet. Je voelde zich alleen, maar op een gegeven moment heb je mijn vriend. Je voelde zich alleen, tot je mij te kaal aan worden. Want ik voel me al kaal. En dat is al wat je maakt. Je voelt zich al kaal. En dat is al wat je maakt. Je voelt zich alleen. Maar dat is nooit zo alleen. Je voelt zich alleen. Maar je super veel van hou. Yo, 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 je houdt superveel van alle, iedereen wat er om jou heen gebeurt. Ook als ze de haters zijn, moet je daar altijd van houden. Maar het is soms ieder lastig, maar soms moet je er gewoon maar van houden. Dan moet je je negeren, maar dat is niet altijd makkelijk. Want je voelde zich alleen, tot je wordt gepest. Dan komt er iemand anders op voor mij. Want dan komt er iemand anders op voor mij. En laat hem weten wie jij bent.
Die naam is een livestream die dat kijken. Yo, laten jullie zich horen voor mijn uitrekking. Yo, welkom allemaal. Yo, welkom bij deze livestream. Heb ik al gezegd, maar nog hartelijk welkom. Want ik heb wat leuks te vertellen. Ja, ik heb iets heel wat aan gewerkt. Daar ben ik al heel mee bezig. Ik heb hier een foto van mij. En dit is goud. Dit is goud, maar dit is goud. En dit is namelijk van mijn. Van mijn gouden Wilhelm. Oh ja! Oké, ik ben echt super blij mee. Dat ik het gemaakt heb. Ik ga het een rauwe overpakken. Poep, politie, wel mijn vriend. Soms hou je daar niet van. Soms hou je niet van politie. Tot je spijt me krijg. Tot je spijt me krijg. Tot je kijken. Ik ben super blij mee dat deze livestream goed werd bekeken. Dus ja. En ik ga op vakantie naar Greta. Dus ik blijf 29 oktober. En ik heb hier dus deze. En ik check nu zo weer. En laat niet zomaar. Laat de Renault voor de video. Nothing!